Want het zijn al die verkrampingen en expressies ook van hetzelfde? Yes. Er is alleen maar bewustzijn. Dus verkramping, ellende, alles. Hoge golven, lage golven, tsunamis, heerlijk windje. Anything just happened. Je doet niks goed, je doet niks fout, want er is geen je. Dus als die body-mind ineens gebruikt moet worden om iemand voor zijn bek te slaan, zal dat gebeuren. En geen enkele, al dan niet spirituele oefening zal het voorkomen. En als die body-mind gebruikt moet worden om een kind te redden van de verdrinkingsnood, dan zal dat ook gebeuren en geen enkele oefening zal daartoe bijdragen. Iedere vorm van oefening is gewoon bullshit. Vanuit wakkerheid bekijken. En daarom is alles ook één, zeg jij? Ja, uiteraard. Of beter gezegd, er is geen twee. En de pest met dit soort dingen is, het dringt door. Of niet. En er is geen ik die daarover gaat. Nee, want dat ervaar ik ook wel. Want ik merk dan dat ik iets ga zitten willen. Mm-hmm. In die zin, het willen dat alles één is. Dus ja. Dan zie ik een verkramping en denk ik, oké. En dan ga ik dus iets zitten willen. Ik kan er niks mee. Nee, natuurlijk. Wat wel mogelijk is, is toepassen, als je dat kunt herinneren wat ik me straks zei, probeer je maar eens af te scheiden van die verkramping. Dan zul je ontdekken dat dat niet kan. En dan wordt het vrij snel duidelijk dat het dus al één is. Eenheid kun je niet doen. Dat is gewoon een feit. En wat ik al eerder zei, feiten kun je niet beoefenen. Die zie je in of niet. En het accepteren kan ik ook niet doen. Nee, natuurlijk niet. Daarom is dat zo'n kulwoord. Er is hier geen acceptatie, er is gewoon geen weerstand. En zelfs geen weerstand bieden is ook weer iets. Nee, maar daarom zeg ik ook niet weerstand bieden. Ik zeg, er is gewoon geen weerstand. Dus dat is gewoon afwezig. Terwijl accepteren, wat ik al zei, dat klinkt alsof je iets moet doen, alsof er iemand is die dat doet. Dat kan helemaal niet. Ja, ik moet gewoon accepteren dat. Dat het is zoals het is, ja, je kunt accepteren hoe je wil, maar het is al wat het is. En als je gewoon kijkt, dan zie je dus dat er iets aan willen doen, dat verschijnt ook gewoon spontaan. Dat is golfje 213. En dan komt het idee aan golven van, ik zou dit moeten accepteren hoor. Dan komt dat is 442 en dan komt van nee, Advaita zegt. Weet je, op een gegeven moment krijg je gewoon door. Van dat allemaal maar zomaar. Soms ook gewoon heel erg omlaag. Ja, natuurlijk. Dat zijn je beste momenten. Het slaat ook nergens op. Het is gewoon precies hetzelfde als de tv aanzetten. Jij bepaalt toch ook niet welke pixels welk poppetje maken. Er komt van alles in beeld op je tv'tje. Dan ga je toch ook niet druk maken van nee, niet een kameel. Het is helemaal geen kameel, het zijn pixels. Who cares? Je hoeft er niet eens naar te kijken. Maar als je er naar kijkt, dan zie je vrij snel dat alles gewoon zomaar in beeld komt. Beeld en geluid, het manifesteert zich zomaar. Jij doet dat niet. Nou, zo is het met die zogenaamde geest ook. Er komt gewoon van alles naar binnen waaien zo. Nou, je hebt alleen een probleem als je zegt, dat is van mij. Mijn gedachte, die zou ik niet moeten hebben hoor. Hebben. Er komt iets voorbij. Vandaar dat ik vaak dat stomme voorbeeld van die vogels geef. Dan komen er bij ons in de tuin, ja, ik weet niet of er hier vogels zijn. Komen zo van die, kent ze wel, weet je wel. Komen zo voorbij, nou die laat ik gewoon vliegen. Ik ga niet zeggen, oh die is van mij, oh die moet ik niet. Dan ben ik de hele dag bezig. Ik zet gewoon een beetje. Af en toe komt er zo'n sperwer en die pakt dan zo'n duif. Dat is mooi man. Voor die sperwer dan. Dat gaat allemaal vanzelf. Nou, zo gaat dat met je body-mind ook. Dat is een soort tv-scherm en daar komen emoties op. En daar komen gedachten op en daar komen fysieke sensaties op. Ja, en?
is toch cool? En al die andere body minds, daar gebeurt dat ook in. Dat is wel hartstikke leuk. En de meeste van die body minds hebben het idee dat dit wel goed is en dat niet. Dus ook het slaat ergens op, maar dat is ook leuk. En daarom maken ze zich druk en maken ze van alles mee. Zitten ze in allerlei Walt Disney-ideetjes. Het zou toch romantischer moeten zijn? Of weet ik veel wat. Op de website staat een mooi stukje over dat het niet helpt. Hè? Willen accepteren, willen loslaten, proberen dus die werkwoorden, dus dat hele doen. En dan staat er dus ook bij van loop er niet voor weg, ga naar je angst toe. Maar als je nou gewoon iets heel graag wilt en dat lukt niet, heb je tips? Ja, dan krijg je frustratie. En daar is dat dus perfect in orde. En dan? Dan is dat gewoon zo. Ja, want dat is dan toch zo. Ja, maar dat is dus het hele punt, dat ik wil gewoon mijn zin hebben. Ja, natuurlijk. Daarom zeg ik dat de meeste mensen zich gedragen als stampvoetende zesjarigen. Ik wil mijn ijsje en wel nu. Ja. Ja, dat kun je op een gegeven moment doorkrijgen. En doordat het licht daar als het ware opvalt, is het mogelijk dat daar iets in gaat veranderen. Ofwel, het valt allemaal uit elkaar. En dan ben je verlicht een eindje nummer zoveel. Ofwel, je gooit op tot een volwassen wezen die niet de hele tijd zijn zin hoeft te hebben, omdat je wel weet... Maakt eigenlijk helemaal niet zoveel uit. Ja, dat is lastig. Nee, dat is helemaal niet lastig. En kijk, de normale manier waarop menselijke wezens leren is punt 1 heel traag en door herhaling. We zijn dommer dan ezels, hè. Ze hebben het hier maar 2 keer. Nou, wij lopen gewoon 100 keer tegen de muur aan van ik wil mijn zin hebben, .nl, en dan lukt het niet en dan... Mag ik verongelijkt zijn, of iemand de schuld geven, of het bestaan aanklagen, of whatever. Het is veel erger, het meestal lukt het gewoon. Dus ja. Als het dan een keer niet lukt, dan ben ik gewoon helemaal van slag. Ja, nou, dan ben je van slag. Okay. Net zolang dat je daar niet meer van slag van raakt. Of kijken wat verlangen is. Ja, dat kan ook. Ik zou het gewoon rustig observeren en gewoon zien wat er gebeurt. En ook daar weer pak pen en papier erbij. En schrijf eens op wat ze dan allemaal doet en denkt en vindt. Dan kan het zijn dat je echt dat zo fucking kinderachtig vindt. Hè? Gewoon dat het gedeleteerd wordt. Waarom moet je altijd je zin hebben? Ben jij de belangrijkste op de wereld of zo? Ja. Waarbij nog komt op het relatieve niveau. Dat ik heel veel baat heb gehad bij tal van dingen in mijn leventje die niet gingen zoals ik wilde. Het bleek veel leerzamer of nuttiger of whatever dan wanneer ik wel mijn zin gehad zou hebben. Dus ook wat dat aangaat, in mijn optiek is het altijd perfect. Als totaliteit wil dat actie zijn zin krijgt, dan zal dat gebeuren. Als totaliteit dat niet wil, dan zal dat niet gebeuren. Ja, de beste dingen zijn meestal zonder plan. Ja, uiteraard. Ja. Daarom heb ik een schurfthekel aan op een feeling level van dingen uit de grond proberen te stampen. Mm-hmm. En forceren en duwen en trekken, doesn't feel natural to me. En dat doe ik dus ook niet. En dat deed ik vroeger wel, want dat was je geleerd, hè. Je energie erop zetten en zorgen dat je te pakken krijgt en weet ik veel. Ik zie daar het nut niet van. Ik zeg dat mij niet dat anderen dat niet mogen, maar het is lekker doen als ze daar zin in hebben. Niet in mijn buurt. Dus als mensen daar nog in zitten, dat is oké. Maar dat geeft aan dat het nog allemaal een vrij... beperkte manier van kijken is naar dingen. Het is allemaal voeding voor dat ego en dat wordt gewoon niet gezien. En het waanidee van succes en zo, weet je wel, alsof je dan meer bent dan iets anders en hoe succes gedefinieerd wordt en al dat soort dingen. Ja, maar dat bedoel ik niet, Hans.
Nee, dat maar snap ik helemaal. Onderzoek het maar eens. En dan kun je wel eens schrikken van wat voor motivaties er allemaal bij zit. Hoe je het gebruikt. Of het gebruikt wordt voor zelfbevestiging. Hoe zou je zelfbeeld zijn als je ineens niet succesvol meer was? Bijvoorbeeld. Als je ineens niet meer iemand was die doelen najoeg en het nog meestal voor elkaar krijgt ook. Kijken wat je zogenaamde vriendjes ervan vinden. Most of them will be gone within a year. Er zit een enorme drive onder het zoeken naar succes en dingen voor elkaar krijgen. Dat is echt enorm. Als je daar zin in hebt om in af te dalen, het is funny. Maar hoe is de benadering dan vanuit Advaita richting ambitie, werk? Als er een ego is, is er ambitie. Ja, maar even los van ambitie over manifesteren. Ja, maar jij begon er over, ik niet. Wat zei je? Jij begon er over ambitie, ik niet. Ja, nee, ik heb het meer over het manifesteren van iets. Van je werk, jezelf in je werk, of... Nou, kijk, er zijn twee manieren. Krampachtig of niet. En de meeste mensen leven krampachtig. Ja. En de meeste mensen doen dingen die ze helemaal niet willen doen. Zitten op de verkeerde plek, zitten in baantjes die nergens op slaan, waar ze eigenlijk geen zin in hebben. En dus vreten we allemaal pillen en zuipen we en weet ik wat allemaal. Oh, what a happy bunch. Met al die welvaart. Ja. It's kind of sad, isn't it? Ja, dat snap ik. En hier in Nederland doen we uitkeringen. Maar als je dat niet hebt, je wilt toch eten? Ja, en dan zal je dat regelen. Dus als er honger is, wordt er gegeten. Ja. Dus als jij stelt dat dat niet meer verstroomt, dat het weet ik niet, want zo is het nu niet. Dus ik kan geen hypothetische vragen beantwoorden. Nee. Dat zal ik wel zien als het zover is. But I'm not worried. Ik leef nu zoals ik nu mag leven. En dat ziet er van buitenaf vrij aardig uit. Weet je wel, maar dat kan morgen over zijn. What do I know? Nou, dan deal ik daarmee wat dat dan is. But I won't be worried. En ik gaf je er straks al het voorbeeldje over dat boekje en over het centrum. Die dingen manifesteren zich. Nou, het volgende zal zich ook manifesteren. En of dat dan het faillissement is, of kanker, of nog een boek. Ik ga daar niet over. En ik ben niet bezig het ene te pakken te krijgen of het andere te vermijden. Dus heb je al geen gedachten bij? Waarbij? Bij het schrijven van een boek of bij... Nee, want ik heb het niet geschreven. Oké. Ik zit gewoon af en toe in mijn spreekkamer en dan tippen. En dan gaat hij wel aan de kant. Ja, nogmaals, dat bleek een boek. I didn't know. Ja, de type zelf dan? Ja, dat komt gewoon op, hè. Maar dat was geen plan. Je hebt wel een impuls. Ja, impuls. Maar die maak ik niet, die gebeuren. Nee, dat snap ik. Ja. Nou, zo, het leven is moeiteloos. Je ziet dat de vloer vuil is en je gaat stofzuigen. Daar heb je toch geen ego bij nodig? Of ambitie? Ik hou gewoon niet van een vieze vloer. Nou, een ander misschien wel. Top. Waarschijnlijk dat ik daar niet mee samen ga wonen dan. Neem je eigen vloer. Dus wat mij betreft, het is allemaal moeiteloos. Nou, als iemand denkt dat hij afgescheiden is, denkt hij ook automatisch dat hij zich bewijzen moet. De cirkeltjes zijn vrij simpel. Iedereen, bijna iedereen, heeft het basisidee, ik ben niet goed genoeg. Dus gaan we proberen te bewijzen dat we het wel zijn. Er zijn twee manieren voor. Prestaties leveren of zorgen dat je aardig gevonden wordt. Of allebei. Nou, zo leeft 90% van de mensheid. I don't. Maar ik ben niet beter. Ik kan er ook niks aan doen dat dat eruit is gevallen. En die andere mensen kunnen er ook niks aan doen dat het er nog niet is uitgevallen. Alleen ik ga niet bij ze op de koffie. Maar daar word je waarschijnlijk zo moe van. Ja, tuurlijk daar word je worden moe mensen van. Zo moe van. Ja, sure. Ze worden er zelf moe van. Maar ik ook als ik daar langer dan een uurtje bij moet zitten. Of ik ga rare dingen zeggen. Voor hen dan raar, niet voor mij.
Je zegt net, ik kan er niets aan doen dat ik eruit ben gevallen. Ja. En toch is dat gebeurd. Blijkbaar. Ja. Hoe? Ja. Ik ben dan benieuwd van hoe. Ja, maar ik kan daar dus tegenover geen antwoord op geven. Nee, dat, ik snap ook wel. Het is onpersoonlijk. Dus er zijn een x-aantal golfjes in die oceaan die ineens realiseren dat ze oceaan zijn. Ja, de meeste niet. Dat is blijkbaar hoe de oceaan oceaan. Maar je sprak net ook over een soort van drive. Ja, maar die werd dus bijgeleverd door de oceaan. Dat is niet van dat individuele golfje wat Hans genoemd wordt. Die heeft die drive niet gemaakt. Die heeft ook de pijn niet gemaakt waardoor die drive ontstond. Als we al het lineair willen maken. It just happened. Zonder dat je zelf of dingen daarvoor hebt gedaan of gelaten. In de beleving heeft die Hans-figuur er van alles voor of tegen gedaan. Ja. Van alles gelezen en geschreven en gemediteerd. En als chakras binnenste buiten. Ja. Weet ik wat allemaal gedaan. Totdat er iets verschoof, zal ik maar even heel simplistisch zeggen. Ja. Zoiets van, what the fuck, is die namaak ik daar allemaal aan doen? Het slaat voor een nergens op. En heb je dan niet het idee gehad dat alles wat je daarvoor gedaan hebt, heeft bijgedragen aan die verschuiving? Dat kan ik dus niet weten. Nee. En kijk, het bizarre is natuurlijk dat, stel je ligt in je bedje te dromen en er is van alles bezig en je doet daar van alles, weet je wel, in die droom. En dan word je wakker. Heeft alles wat je in die droom hebt gedaan bijgedragen tot dat wakker worden? Zo voelt het niet. Is het dan gegeven? Is het dan... I don't know. It happened. Schijnbaar. En het doet er niet toe. Dat is nog het meest bizarre, want vergis je niet. Er is alleen maar oceaan. Nou, of er nou zo'n golfje is die zit te roepen tegen zogenaamde andere golfjes. Hey, alles is oceaan. Of dat dat niet gebeurt, ondertussen is het nog steeds oceaan. Dus vanuit werkelijkheid gezien, er gebeurt niks. Er is alleen maar oceaan. Dus dat hele lijden en zoeken en mijn best doen en wakker worden, dat is allemaal in de droom. Dus vanuit mijn beleving doet het niet ter zake en is het eigenlijk niet interessant. Maar voor degene die aan de andere kant... Ja, blijkbaar wel, want iedere keer verzamelt zich toch weer een club. Wel, en dat is wel wonderlijk. Vanuit dit perspectief. Ja, dat snap ik. Ik bedoel, ik doe dit al een hele tijd, hè, in gewone taal uitgedrukt. Iedere keer weer vind ik het verbazingwekkend dat mensen hier interesse in hebben. In iets wat zo voor de hand ligt, alsof je lezingen geeft over ademhalen. Van ja, en dan zo, en dan, fascinerend. Volgende week gaat het over lopen. Dan was je toen ook bij die cursus over zitten. En was je zo van, en dan, ja, en dan kon je dat nog extra gaan zitten beleven. Of je kon gewoon gaan zitten. Het is heel bijzonder. Hij heeft er ook boeken over geschreven, over gaan zitten. Ik vind het echt bizar. Ja, de huisbaas vindt het fijn, want die wil iedere maand van die papiertjes zien.